De Internationale Dag van Toerisme is dit jaar feestelijk gevierd op Para. President Chandrika Prasad Santokhi en minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme waren ook aanwezig bij dit heugelijk feit. Volgens de president zijn er genoeg kansen welke benut moeten worden om het toerisme in ons land beter op gang te brengen. Dat is wat we gedaan hebben. Die deuren opengegooid voor toerisme. Maar nu gaan die toeristen komen. 100.000, 10.000, 100.000. Bent u wel ready om hen op te vangen? In uw ecotourisme, in uw dorp, in uw mooie multicultureel land, met uw culinair. Minister Jubitana gaf aan dat de diversiteit in onze cultuur het bindmiddel moet zijn voor de vooruitgang in de toerismesector. Er moet een bewustwording op gang komen die zal resulteren in de opbouw van deze sector. Laten wij de trotsheid voor ons land omzetten in saamhorigheid, aldus de minister. Maar het mooie ervan is dat we juist onze trotsheid, of de trotsheid van elk district, dat we die moeten gaan maken tot een bindmiddel. Onze etnische samenstelling, culturele diversiteit, moet een bindmiddel worden voor toerisme. De directeur van toerisme, Rabin Buddha, stelt dat het ontwikkelen van de toerismesector gepaard gaat met het creëren van werkgelegenheid. Daarom verzorgt het ministerie landelijk diverse trainingen. Op die manier worden burgers in de gelegenheid gesteld deel te nemen en zich te scholen in toerisme. Want u moet weten, elk district heeft zijn eigen karakteristieken. Praat je over Coroni, dan denk je gelijk aan de kokos. Praat je over Nikere, dan denk je gelijk aan rijst. Praat je over Kamerwijnen, praat je gelijk over plantages en plantage-economie. Dus elk district heeft zo zijn karakteristieken. En wij vanuit het ministerie proberen die bewustwording bij alle stakeholders en zelfs de general public bij te brengen van laten we samen het toerisme ontwikkelen. Minister Jubitana gaf tenslotte aan dat de toerismesector een integrale aanpak nodig heeft. Dat wil zeggen dat er een samenhang zal moeten zijn tussen uitvoer, ondersteuning en afstemming met het volk. Dit zal ook bijdragen aan het aantrekken van toeristen.